Beste luisteraars, ik stel het op prijs als u zich niet laat fotograferen met een zonnebril. Een zonnebril is even erg als een boerka. Met verlossen, kunt u mij horen? Maarten Verossum, de podcast met zometeen nog een stukje grondwet, wat we nog moeten behandelen. We hebben het over Donald Trump en eerst maar eens eventjes de situatie in Rusland/Oekraïne, want het is spannend daar. Ja, ook daar geldt eigenlijk dat je er weinig verstand van kunt zeggen. Dat is eigenlijk mijn indruk. De militaire deskundigen zeggen in feite allemaal hetzelfde. Namelijk dat de Oekraïne wel bezig is aan een zomeroffensief, maar zij tasten een lange frontlijn af, waar zitten de zwakke punten van de Russen, en dan, als ze die dan eenmaal gevonden hebben, zullen ze daar dan volop op sturen. Maar wanneer en hoe en of dat werkt, dat weten we helemaal niet. En als je nou het nieuws van deze week zou moeten samenvatten, dan zou je zeggen voortgezette onzekerheden, zou ik zeggen. Je hebt ook niet het gevoel dat het heel goed gaat, maar de Oekraïners zelf schijnen er tevreden over te zijn. Ik begreep dat die Engelse instituut, of was het nou juist een Amerikaanse instituut, nou dat doet er ook niet veel toe, dat die zeiden ja, het verliep eigenlijk wel volgens plan, maar nogmaals, volgens mij is er door niet-deskundigen, valt er geen verstandig woord over te zeggen. Je moet hopen dat het in de naaste toekomst iets vlotter gaat lopen. New York Times had... En er is natuurlijk voortdurende discussie over hoe moeten we verder met dat probleem. Ja. Moet de Oekraïne lid van de NATO worden? Moet de Oekraïne lid van de Europese Unie worden? Enzovoort, enzovoort. Ja. Dan heb je bij de Unie heb je natuurlijk allemaal hele, zeg maar, flexibele verbindingen. Je kunt praktisch totale toegang bieden zonder dat ze lid zijn en nog zo wat van die dingen. Maar bij de NATO is het wel een beetje, of je bent lid of je bent geen lid. Dat is net een beetje als best zwanger, hè? Of je bent zwanger of je bent het niet. Maar je kunt niet bijvoorbeeld een beetje zwanger zijn. Nee, dat kan niet. Wanneer kan Oekraïne Poetin aan de onderhandelingstafel dwingen? Nou, dan zal er toch eerst nog een flinke klap moeten komen aan dat front. Waarbij duidelijk wordt natuurlijk dat het Russische leger opnieuw, net als vorig jaar, een enorme zeepert haalt. Dat moet dan wel duidelijk zijn. Vandaar ook dat natuurlijk in de huidige situatie, als je aan de vooravond staat van een mogelijke spectaculaire ontwikkeling, dan ga je natuurlijk niet praten. Dat is zo klaar als een lontje. Dat ga je eens uitvoeren. Ja, ik ben langzamerhand wel geneigd om te zeggen, het is heel pijnlijk en het zal ook een problemen geven met Rusland, onvermijdelijkerwijs. Maar goed, dat is ook wel een beetje hun eigen schuld. Ik denk dat praktisch de enige oplossing is dat je de Oekraïne lid van de NATO maakt. Of dat je een zodanige garantieformule verzint dat feitelijk identiek is aan artikel 5 van het NATO-verdrag, en niet waar waarin staat dat een aanval op één, dat het een aanval op allen is. Ja, ook hier is, wat is de tussenweg? Dat je zegt, nou ja, we gaan de Oekraïne een beetje verdedigen. Ja, we weten nog niet precies aspirant-lid, hoeveel. Aspirant-lid zou je kunnen zeggen. Maar nee, dat kan allemaal niet. Want wat je ook precies gaat afspreken, als er al iets zal worden afgesproken, want ook van de kant van Poetin is ons nog niets duidelijk geworden over wat hij precies zou willen. De indruk die hij geeft is dat hij, dat ik ben bereid om daarmee eindeloos mee door te gaan, dat jullie er genoeg van krijgen. Dat is een beetje de sfeer die nu heerst. Hè? Ik zag een plaatje van een Leopard 2 die ze in elkaar geschoten hadden. Dat werkt natuurlijk altijd lollig, zulke soort van dingen. Dus ja, wat je ook gaat, hoe je ook erover gaat praten, de Oekraïne zal een waterdichte garantie willen hebben. Dat zou iedereen willen hebben die een grens van duizenden kilometers deelt met een door en door onbetrouwbare politiestaat die gerund wordt door dieven en moordenaars. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Oké, maar als ik jou goed begrijp, zeg je dus het enige wat Poetin naar de onderhandelingstafel kan dwingen is een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Nou, dan heb je al gezegd wat je gaat doen, dus daar valt dan niet meer over te praten natuurlijk. Nee, maar jij denkt wel dat hij dan gaat onderhandelen. Nee, ik denk dat hij gaat onderhandelen als de militaire situatie plotseling spectaculair zou verslechteren. Maar dat is dan zo, want dan is voor het, de Russen. Want dan gaan natuurlijk alle NAVO-landen, ze gaan meevechten. Dan gaat Amerika misschien zich ermee bemoeien. Nou ja, en dan hebben we al besloten dat de Oekraïne lid van de NATO wordt. Maar zover zijn we nog lang niet. Ik heb dat besloten, maar ja,
En we bespreken nu een scenario. Dat mijn podcast geen doorslaggevende rol speelt in het overleg in Brussel. Ja, dat is jammer, maar zo is het nu eenmaal. Ik vond die redenering van Kissinger eigenlijk wel overtuigend. Omdat Kissinger redeneerde dubbel. Je moet ook uitkijken dat Oekraïne, dat is een land zonder grote geopolitieke of strategische ervaring. Het land als zelfstandige unit bestaat pas sinds 1991. We hebben de Oekraïne zwaar bewapend. Het is de meest zwaar bewapende natie in Europa op dit moment. Dus je zit met een dubbel controleprobleem. We zitten met dat verdomde Rusland natuurlijk. Maar je moet ook uitkijken dat Oekraïne niet, laten we zeggen, op avontuur gaat. Dat is ook heel ongewenst. Op avontuur? Wat is, bedoel je? Nou ja, dat die zelf allerlei acties gaan ondernemen, waardoor de zaken erger worden in plaats van minder erg te worden. Maar dat doen ze nu toch al? Nou, wacht, nee. Nu zijn ze nog steeds bezig met zichzelf te verdedigen. Of het verstandig is om ervan uit te gaan dat je alle Russen van het grondgebied van Oekraïne weg kunt jagen, daar bestaat veel twijfel. Nou ja, ze hebben die gasleiding ook waarschijnlijk opgepakt. Dat zou kunnen, maar daar kan iedereen die een roeiboot heeft en een granaat om te laten ontploffen, heb ik begrepen. Het was via een zeilboot gegaan die bij Polen volgens mij de zee opgegaan was. Die Oostzee, die is niet diep, dus dat moet mogelijk zijn. Nee. Oké. Okay. Hey, en dan had Poetin, die had natuurlijk weer flinke taal uitgeslagen. Weer voor de zoveelste keer zei hij, als jullie als Westen je nog meer gaat bemoeien, let op, wij hebben veel meer kernwapens en dan dreigt een hele grote ramp. Ja, die kernwapens heeft hij nu in Wit-Rusland gestationeerd. Ja, dat is allemaal stoerdoenerij. Hij heeft het weer een keer herhaald, hè? Blijft dat maar roepen. Ja, natuurlijk doet hij het enige wat hij heeft. waar moet hij anders mee dreigen? Nou ja, hij zou misschien eens iets moeten doen om te laten zien dat het de menens is dat hij het wil afschieten. Nou, dat lijkt me heel onverstandig van hem, eerlijk gezegd. Ja, dat snap ik. Maar ook niet het echt afschieten, maar misschien een eerste stap zetten, zodat hij, want nu, op een gegeven moment wordt het loze ook taal. Voor nou nucleaire wapens, of ze zijn ontploft of ze zijn niet ontploft. Een beetje ontploffen kan niet. Dus het is niet zo dat je zegt van, nou ja, we zijn halverwege, we blazen het kaarsje weer uit. Zo werkt dat niet. De enige die dacht dat dat zo ging, was Ronald Reagan, hè. Die dacht dat als je die Polaris-raketten zou lanceren uit die nucleaire duikboten, en je zou toch na een kwartiertje denken, nee, we hadden het beter niet kunnen doen, dat er dan een knop was waar je op kon drukken. Dan kwamen ze weer terug en dan zakten ze weer terug in de silo's. Dat was wel... Ja, dat is ook fijn om zo'n president te hebben die eigenlijk van niks weet. Dat heeft ook wel iets, toch? Een volstrekt gebrek aan deskundigheid. Nou ja, we hebben Trump weer. De hele week liep er ook een zaak tegen Trump natuurlijk. En het bleek nog eens hoe raar het zat met die dozen, met die spullen die hij voortdurend overal achter zich aan sleept. Dat is een soort van... Nou ja, wie gaf dat voorbeeld en dat sprak mij wel aan. Als kinderen op vakantie gaan, dan willen ze ook altijd hun knuffel met zich meenemen, toch? Dan voelen ze zich happier. En eigenlijk zei iemand van die dozen die als er met zich meesleept, dat zijn eigenlijk zijn knuffels. Hij voelt zich dan zonder die knuffels, voelt hij zonder die dozen, voelt hij zich onzeker. Ja, ik vond dat wel een treffende metafoor. Hier is een analyse. Trump staat niet boven de wet. De aanklacht is de juiste zet. Ja, nou ja, kijk eens. Die aanklacht lijkt mij volstrekt terecht. Ook de vergelijking met het feit van die papieren die Biden in bezit had, of Hillary of wie nog meer. Dat slaat in dit geval nergens op, omdat natuurlijk Trump eindeloos beleefd gevraagd is of hij die spullen terug wil geven. En ja, dat heeft hij dus niet gedaan. Geheel in overeenstemming met de algehele kinderrechtachtigheid waar die man aan leidt natuurlijk. Het blijft een volstrekt wonder, een soort ja, hoe zullen we dat nou eens zeggen? Amerika doet natuurlijk sowieso vaak denken aan een infantiele tekenfilm. Dat een persoon die nu al meer dan 2 jaar ontkent dat hij verloren heeft bij de verkiezingen, die vervolgens een staatsgreep heeft gepleegd. Oké, die is mislukt en dat is een hele klunzige staatsgreep, maar het was toch een soort van staatsgreep, namelijk dat de machtsoverdracht geblokkeerd diende te worden. Dat zo iemand vrijelijk zonder enig probleem kan deelnemen aan de verkiezingen van 2024, ja, dat vind ik wel een vrij zonderlinge zaak. Kijk, oké, als hij het niet doet, dan komt er een andere boef, maar dat zou toch
toch wel weer net een verschil zijn met Donald Trump. Ja. Die andere boef heeft natuurlijk wel zijn kiezers nodig, hè, om eventueel kans te maken. Dat is het probleem, waardoor ze ook geen van allen, al die kandidaten, republikeinse kandidaten, behalve natuurlijk de Christie, die is wel bereid om uit te leggen wat hem, maar ja, die heeft zich ook al in het verleden zo vaak met Trump geëncarneerd, dat je ook denkt, hoeveel gewicht heeft het eigenlijk precies? Maar de hele rest, die kijkt wel link uit, dus die hebben allemaal gezegd dat het is schandelijk en het is een politiek proces en het is Bidens tegenstander moet, laten we zeggen, ontkracht worden enzovoort enzovoort. Het is ook in allerlei opzichten wel een, het is een fantastisch land, niet waar, wat toch wel, ja, hebben we het al vergeleken met Smurfenstein, hoe heet het ook alweer, en het is een land wat zich volledig laat biologeren door de kwaaie tovenaar. Bovendien een geestelijk gestoorde tovenaar, dat dan ook nog. Het heeft iets absurds. Zoals de hele Trump natuurlijk een volstrekt absurde figuur is. Ik bedoel, de grootste toneelschrijver had het niet kunnen verzinnen dat een heel land in feite gegijzeld wordt door een gek. Dat is ontzettend triest, is dat kan. En Amerikanen ook, als ze ooit van dit verschijnsel afkomen, van die Trump, dan is het toch wel zaak dat je nog eens een keer heel, heel serieus onderzoekt hoe het mogelijk is dat je democratie gegijzeld wordt door een gek, die bovendien half crimineel is. Dat blijft natuurlijk zo. En dan een land als Amerika. Ja, kijk, in Oeganda, daar kan ik me allemaal nog wel iets bij voorstellen. Of in Zuid-Afrika, of dat soort van verschrikkelijke landen. Maar de Verenigde Staten, dat die in feite, ja, die zijn in handen gevallen van een kwaadwillige figuur. Maar heb je zelf een antwoord op die vraag? Nee. Ik kan ook zeggen dat ze ook gegijzeld worden natuurlijk door de tekortkomingen van hun eigen constitutie. Je kunt zeggen, wat is het fijn en prachtig dat die constitutie, niet waar, die dateert van het laatste kwart van de 18e eeuw, dat die er nog is. Maar je moet er dan toch wel bij beseffen dat die constitutie ook hele wonderlijke karaktertrekken heeft, waardoor het mogelijk is dat de winnaar van de verkiezingen de verliezer van de verkiezingen is. Dat je je ook nog eens heel goed moet afvragen hoe verstandig eigenlijk dat hele presidentiële systeem is, waar je tenslotte altijd tussen twee personen moet kiezen. Dat blijkt ook geen erg voordelige zaak te zijn. En je moet je natuurlijk afvragen dat het hele systeem met die, waarbij in feite de statelijke parlementen besluiten wat de grenzen van de kiesdistricten zijn. Niet waar, dat is een uitnodiging voor corruptie op grote schaal. En dat is ook wat gebeurd is. Als natuurlijk ook het systeem ook niet in staat is om ook, laten we zeggen, fatsoensnormen na te komen, afspraken die niet op papier staan, maar die eigenlijk wel bestaan, waardoor in feite het Supreme Court in handen is geraakt van de Republikeinen, van hele conservatieve Republikeinen. Ja, als je dat nou even stapelt, dan zie je dus hoezeer het systeem kwetsbaar is voor malafide operateurs. Dat is wat er gebeurd is. En die malafide operateurs staan, die worden geleid door iemand die niet goed bij zijn hoofd is. Althans, in mijn visie, in mijn oog. Maar vind je dat hij het land nu nog steeds gijzelt op dit ja, moment? Ja, nog steeds, ja. Op welke manier dan? Op alle denkbare manieren. Het gaat altijd over Trump. Ja, ze zijn een dag zonder Trump is een dag niet geleefd in de Verenigde Staten. Ja. Ze worden geobsedeerd door Trump. De hele politieke klasse wordt geobsedeerd door Trump. Wij worden geobsedeerd door Trump. Wij zitten hier in een Duits autootje. Weliswaar met een nieuwe ruiters. We zien de wereld wel een stuk anders dan vorige week. In een straat in Utrecht. Niet waar, dat is een stad waar niemand ooit van gehoord heeft buiten Nederland. En toch hebben we het over Trump. Dat is de kracht van Trump. Dat die 70 miljoen, niet waar, teleurgestelde blanke Amerikanen, die denken dat ze ingepakt worden of ingepakt zijn, dat die dik weten mobiliseren. Het is overigens iets wat voortdurend in allerlei democratieën voorkomt. Evengoed wordt een land als Turkije wordt natuurlijk gegijzeld door de man die net die verkiezingen heeft gewonnen. Erdogan is ook iemand die natuurlijk met leugens en met nationalistische kletspraat, niet waar, op het nippertje
Want dat is ook in Turkije, want hij had die 52%, 48% moet niks van hem hebben. Maar dat zijn hele. Ja, die presidentiële systemen zijn een ramp in alle denkbare opzichten. We zouden nog een stukje doen van de grondwet, hè? Daar zijn we mee begonnen. En, ja, ik ben natuurlijk aan mijn verplichting heb ik niet voldaan, maar dat wil niet zeggen dat ik niet toch wel iets kan zeggen over die grondwet. Omdat ik een leuk stukje las van Joop van den Berg, een voormalige Partij van de Arbeid, Corrivee, maar die schrijft tegenwoordig een wat per 14 dagen een column in op een webpage die heet parlement.com volgens mij. En die is begonnen aan een serie waarin hij bepleit dat wij onze grondwet herzien. Onze grondwet dateert van 1983 en hij zegt er is alle reden om dat hele zaak nog eens geïnteresseerd en gedetailleerd door te lopen en op een aantal punten wezenlijke veranderingen aan te brengen. En ik denk dat dat juist is. Want we hebben het ook al over die Eerste Kamer gehad volgens mij. Hoe heet nou onze vriend uit Leiden ook alweer? Koemans. Ja, precies. Die neigde toch ook in dat stuk in de krant. Van ja, als de Eerste Kamer, als het zo gaat, dan is de vraag, is het niet in feite een hinderpaal voor normale besluitvorming in Nederland geworden? Ja, dat is het denk ik geworden. En luister, had dat ook naar Nanning gaat toegestuurd van Forum voor Democratie die in de Eerste Kamer zit. Ja. Deze podcast. Oh, ja. Niet dat ik denk dat die podcast van alles ertoe zal doen. Maar ik denk wel dat het de zaak is. Je begrijpt dat de grondwet grondig gewijzigd moet worden. Wil je van die Eerste Kamer af kunnen komen. En er waren een aantal voorbeelden die volgens mij door Voermans werden genoemd uit Scandinavische landen. Waar ze dus de Eerste Kamerachtige lichamen hadden afgeschaft. En als het ware in de Tweede Kamer hadden geschoven. Druk het er misschien een beetje eigenaardig uit, maar dat was zo'n beetje die constructie. Maar ja, goed, wat zei Van den Berg daarvan? Ik ben het daar in principe wel mee eens. Nou, dat je eens goed zou moeten nadenken over die sociale paragraaf die er eigenlijk in zit in onze grondwet. Die is steeds belangrijker geworden. Ook die is weer, waarom is die steeds belangrijker geworden? Omdat de overheid steeds geneigd is om daar eigenlijk een beetje losjes mee om te gaan. En dat is misschien wel een van de kernproblemen van de Nederlandse democratie in de afgelopen 25 jaar. Namelijk slottenvosserij. Dat we ons eigenlijk niet correct houden aan die regels, voorschriften, grondwet, waar we ons aan zouden moeten houden. We hebben meerdere voorbeelden daarvan gegeven natuurlijk. Met name bijvoorbeeld al die praatjes in de VVD, dat we van die internationale overeenkomsten, dat we er nou eens vanaf moeten. Zien ze bij de VVD helemaal niet zitten. Ja, hallo, die hebben we gewoon getekend, die internationale overeenkomsten. Daar kunnen we helemaal niet vanaf. Dat zijn hele gevaarlijke praatjes. Net zo goed als ik vind dat je niet met de PVV moet samenwerken. Als de PVV niet van plan is zich ook ongrondwettelijk op te stellen. Dat we zeggen, als ze zich ongrondwettelijk opstellen, dan gaan we daar niet mee in zee. Ja, daar moet je wel een principe van maken. En het probleem is dat ik in tal van Europese landen men ook denkt, nou ja, kom op jongens, het is allemaal niet zo serieus. We kunnen best met die rechtse lui in zee, dan gaan we een beetje een compromisje sluiten. Nee, wat zijn nou onze ervaringen met die ene keer dat de PVV het kabinet Rutte 1 ging gedogen? Hele slechte ervaringen zijn dat geweest. Met hele slechte, waardeloze, beschamende wetgeving die ook allemaal de prullenmand is ingegaan. Dus ik vind dat we moeten ons principieel opstellen. Dus ja, je zou eens er goed over na moeten denken. Ik denk ook dat een herziening er ook toe zou leiden misschien dat we iets minder losjes en slordig met die grondwet zouden gaan omspringen. Als je die sociale maatregelen erin zet, hou je er dan ook aan. Niet voor niks. Nogmaals, kunnen allerlei lui van die urgenda-achtige zaken winnen. Omdat de overheid zich niet aan de regels houdt. Ja, dan verlies je natuurlijk voor de rechter. Nou, dan heb je die hele vraag van toetsing aan de constitutie of aan de grondwet, zoals in Amerika, het Supreme Court. Daar is er relatief veel steun voor zover ik dat kan nagaan. Behalve bij mij, want ik ben erg bang dat het toetsingscollege dat gepolitiseerd raakt en dan ben je alleen maar verder van huis. Dan kan je maar beter gewoon van geval tot geval eens laten kijken
hoe de rechter denkt over de diverse grondwetsartikelen. En dan is het natuurlijk een heel belangrijk punt, wat ook samenhangt met dingen die we al gezegd hebben. Namelijk dat er natuurlijk in onze grondwet eigenlijk niks over de Europese Unie te vinden is. En dat natuurlijk het recht van de Europese Unie prevaleert boven het recht van de Nederlandse natie. Er zijn heel veel mensen die dat verschrikkelijk vinden. Maar ja, hallo, we hebben besloten dat te doen. En dat hebben we al lang geleden besloten. En we hebben al die overeenkomsten, die hebben we getekend. Daar moeten we nu niet moeilijk over gaan doen. Sterker nog, het zou wel eens kunnen zijn dat we bij nog meer sloddervosserij van de Nederlandse regering, dat we eigenlijk een beroep moeten doen op Europese regelgeving, waar die slordige regering zich niet aan houdt. Dat zou best eens kunnen. Dus nu heb je al een hele reeks van themata die je zou kunnen behandelen, als je eventueel tot grondwets en herziening overgaat. En hij zei ook, we hebben toch, ik weet niet hoe ver ik was gekomen met die rare artikelen over het koningschap. Tot aan dat het, als het kind in de buik zit, dat dan een opvolger is. Er is ook al artikel 1 over dit soort, maar er staat van alles en nog wat in. Dat Van den Berg zit ook, dat kan allemaal wel een stuk minder. Dat kan wel wat bescheidener, dat die regeling van het koningschap in de grondwet. Dat lijkt mij gezet ook. Het heeft nu wel iets potsierlijks eigenlijk. Dus ja, je zou eventueel ook een landelijke discussie over een nieuwe grondwet kan ook een hele heilzame werking hebben, lijkt mij, op een aantal dingen die in Nederland simpelweg uit de hand zijn gelopen, of uit de bocht zijn gevlogen, of hoe je het precies metaforisch wil inkleden. Dus nu moet ik nog naar dat boek van die Voermans en kijken wat hij daar precies over zegt. Dat moet je nog lezen. Ja, dat is een heel dik boek, onze Constitutie. Daar ben ik natuurlijk helemaal niet naartoe gekomen. Nee. Ja, en als we de grondwet willen aanpassen, moet er een meerderheid zijn in de Tweede Kamer? Dat op de eerste plek? Ja, ja zeker. Zeker. En nee, dan moeten eerst bij zittende Eerste en Tweede Kamer moeten meerderheden zijn. Dan moet je verkiezingen houden en dan moeten er 2/3 meerderheden zijn in de nieuwe Eerste en Tweede Kamer weer tot een nieuwe grondwet kunnen komen. Waarom moet je verkiezingen houden? Wil je dat? Ja, je moet ook daartussendoor moeten verkiezingen houden. Waarom? Dat staat in de grondwet, dus daar moeten we ons aan houden. Dus als je de grondwet wil wijzigen, dan moet je dus eerst een meerderheid hebben en dan verkiezingen en dan weer een meerderheid. Ja, zo is het maar net, ja. Wat is daar de gedachte achter dan? Dat het zo moeilijk mogelijk is om de grondwet te wijzigen, zodat je niet dat allerlei regeringen... Maar ja, neem die losse VVD'ers. Hé, jongens, we maken ons druk over. Al die internationale, zo, wat een gelul, dat moeten we helemaal niet doen, dat is allemaal kletspraat. Pas het meteen aan. Ja, we passen het meteen aan. Nee, zo werkt het niet. Boom, die ligt nog een... Volgens mij ligt er nog een heel voorstel voor een bindend referendum. Dus dat zal ook nog, dat zou je ook moeten inpassen. Daar ben ik natuurlijk weer enorm tegen. Ik ben tegen referenda. Ik ben tegen districtenstelsels. Ik ben tegen gekozen minister-presidenten. Dus dat, ja, je krijgt een hele mooie, levendige discussie. Dan heb je nog wel een kans dat we allemaal enorm stomme dingen besluiten. Dat zou nog wel eens kunnen. Ja. En wie gaat dan, we nog verder van huis. Wie gaat dan de nieuwe aanpassingen schrijven? Geen idee, daar moet je een commissie voor benoemen van hoogleer. Daar komt die Voermans gegarandeerd in. En misschien dat Joop van den Berg ook wil, dat weet ik veel. Dat wordt wel dat soort betrouwbare types, niet Dion Gauws of zo? Nee, maak je geen zorgen. Dion Gauws komt daar niet in, nee. Nee, zolang, ik zou zeggen, niemand van een partij die het niet vernauw neemt met de grondwet komt daarin. Oké. Maar dit is bewust zo moeilijk gemaakt om het aan te passen. Wanneer is de laatste keer... Ja, nou, daar is alle reden voor dat zo georganiseerd is. Jij noemde dus die sociale stuk. Is dat de laatste keer dat er iets is aangepast aan de grondwet? Nee, daar zijn wel in de tussentijd her en der kleinere aanpassingen aan de grondwet gedaan. Maar in feite zitten we met de grondwet van 1983. Kun je nagaan, toen is die sociale paragraaf, dat zijn de artikelen... Ja, dat niet 21, 22, 23 en 24. Je hebt het toen op het papiertje geschreven. Ja, precies. Ik had het op het papiertje. Met het papiertje heb ik niet meer bij me. Dus nu weet ik het niet precies meer. Maar zoiets is het. Je ziet het trouwens snel genoeg als je even tik het in op het internet. Je krijgt een Nederlandse grondwet en dan kun je het zo zien. Ja. Ja, want dat staat er ook in de huidige grondwet heel duidelijk. De echte grondrechten, daar begint het mee. En dan komen allerlei andere zaken. Ja, ja. Wil je nog meer dingen zeggen over de grondwet? Anders heb ik nog wat vragen van luisteraars die... Nee, ik kom maar met die vragen van luisteraars. Oké. Even kijken, want er zijn natuurlijk ook mensen die heel kritisch hebben zitten meeluisteren. En hier hebben we zo iemand te pakken.
Namelijk Philbert de Zwart. Die zegt artikel 1. Alleen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Zo is het, ja. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. En jij hebt schijnbaar gezegd dat je spreekt over Nederlanders, maar er staat dus alle die zich in Nederland bevinden. Ja, ik heb mij dus even slordig uitgedrukt, maar de intenties waren goed. Dat zei deze meneer, Philbert. Zo, wel even de zonnebril afzetten als u serieus wil worden genomen. Zie je ook wat hij in zijn, op zijn bordje heeft liggen? Ja, hoe heet dat? Een croissant. Ja, een croissant. Ken ik een francofiel type. Even kijken, wat hebben we dan nog? Michiel is heel blij. Die zegt, fijn Maarten dat je de grondwet hebt behandeld. Maar wat vind je er dus van dat heel veel mensen dus geen idee hebben wat erin staat? Moeten ja, wij... dat vind ik vrij treurig. Maar dat zou moeten worden ondervangen door het vak staatsinrichting op de middelbare school. Maar of dat nou ook daadwerkelijk gebeurt, is mij nooit duidelijk. Ik heb ooit voor een artikel heb ik een aantal leerboeken staatsinrichting bekeken. En die vond ik eigenlijk vrij behoorlijk. Als je die bestudeerd hebt en het interesseert je een klein beetje, dan zou je wat moeten weten hoe het zo'n beetje zit. Het probleem met dit soort van dingen is dat het kinderen vaak geen ballen mallemoer interesseert. Dus wie weet hebben ze het wel gehad. Maar ja, je weet, ze vergeten alles zo gauw mogelijk weer. Ja. Uit onderzoek blijkt geloof ik dat kinderen op school ongeveer 30% van alles wat ze in het voorgaande jaar hebben geleerd, dat ze dat weer vergeten. Ja. Vandaar dat ik er zo'n voorstander van ben. Besteed de eerste maand van het nieuwe schooljaar aan herhaling van de stof van het vorige leerjaar. Maar we hebben een polletje onder luisteraars gedaan en de meerderheid zegt, ik heb de grondwet ook nog nooit gelezen. Wat vind nee, je dat verbaast me niks natuurlijk, want in het algemeen blijkt, ik vraag ook altijd aan zalen, wie van u heeft in de afgelopen paar jaar de grondwet wel eens bekeken? Nou, niemand. Wat dat betreft juist zo gek in Amerika, dat er heel veel mensen zijn die de grondwet bij zich hebben. Ja, ja. In een soort van klein handig boekje. Frank van Kruil, dat is deze meneer. Weer met de zonnebril. Beste luisteraars, ik stel het op prijs als u zich niet laat fotograferen met een zonnebril. Een zonnebril is even erg als een boerka. In de aflevering van de grondwet vertelde Maarten dat hij niet religieus is opgevoed, maar toch op zondag naar de zondagsschool werd gestuurd. Ja. Maarten begreep niet waarom zijn ouders dit deden. Ook ik onderging dit lot. Later vertelde mijn moeder dat ze dan een uur rust hadden zonder ruzie in de kinderen. Wij maakten geen ruzie, mijn ouders maakten ruzie. Dus dat kan het niet geweest zijn. Ja, misschien dat ze rust wilden hebben om even ruzie te maken. Terwijl ik weg was. Maar ik was volgens mij, mijn zuster was er niet bij. Ik weet niet, volgens mij was het een soort algemeen ideaal dat je als ongelovige toch een soort van vage kennis zou moeten hebben omtrent het geloof. Zoiets was het volgens mij. Oké. Nou, dat waren denk ik de vragen. Waar ik OSM er niet tegen ben. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen dat het christendom is enorm op een zijspoor geraakt in onze samenleving. Dat is wel zo klaar als een klontje. Maar het christendom is natuurlijk in allerlei opzichten toch een wezenlijke factor geweest in de wijze waarop onze samenleving tot stand is gekomen. Ja. Dus ik vind het wel nuttig dat je daarvan kennis neemt. Ja. Ben je van plan om na deze podcast de hele grondwet te gaan lezen? En nee zegt 71% en ja interessant zegt 29% van de luisteraars. Ja, dat valt me nog mee. Ja? Ja. Oké. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die zeggen, wat kan mij die grondwet schelen? Ik heb er nooit last van. Ik ben nooit bij sollicitaties, heeft nooit iemand aan mij gevraagd, wat staat er in artikel 23 van de grondwet? Dus waar zou ik me druk over maken? Ja. Voetbal is toch een stuk interessanter. Ja, oké. Okay. Dat waren de belangrijkste vragen die zijn binnengekomen. Dus wij komen nog een keer terug als jij dat boek van Voermans hebt gelezen, maar dat kan even duren. Nou ja, dat kan allemaal wel even duren, ja. Ja, ja nogmaals, ik spoor aan tot, laten we niet vergeten dat die laatste grondwetswijziging toch alweer, 40 jaar geleden is. Er zijn veel dingen veranderd in Nederland. Bezuiling is definitief op de fles gegaan. We hebben nu al een kwart eeuw te maken met nogal slordige regeringen die allerlei crises veroorzaken. We hebben met een ingrijpende ideologische transformatie te maken gehad, namelijk die van een sterk sociaal-democratische model naar een neoliberaal model.
Gelukkig heeft dat niet totaal doorgezet in Nederland, maar toch, op een aantal punten heeft het neoliberalisme grote schade berokkend aan ons maatschappelijke weefsel. Oké. Nou, komende dagen blijven in ieder geval de situatie in Rusland en Oekraïne in de gaten houden. Daarover meer in de volgende afleveringen. Luister ook de afgelopen afleveringen, onder andere over Dennis Wiersma, de impeachment van Bill Clinton, de moeite waard om terug te luisteren. En volg deze podcast in je app, want dan heb je nieuwste afleveringen altijd als eerste in je feed. Een zonnebril is even erg als een boerka. Een gloednieuw luisterboek staat voor je klaar. Maarten van Rossum vertelt 3 kwartier lang over de nieuwe wereldorde die ontstaat door de oorlog in Oekraïne. Ja, dat zou natuurlijk enorm lollig zijn als we dan een tijdelijke verstandige dictator zouden kunnen benoemen. Ik denk in dit verband natuurlijk altijd aan mezelf. De nieuwe wereldorde door Maarten van Rossum. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de superbatterij, die je met 1 keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.